Goedemiddag en welkom bij de vierde aflevering van mijn college tour over medische beeldvorming. Ik ga je vandaag weer vertellen over een manier hoe je dus in het menselijk lichaam kunt kijken zonder dat je erin hoeft te snijden. En we gaan vandaag gaan we het specifiek hebben over röntgenfoto's en CT-scans. En we gaan zien dat die eigenlijk best wel veel met elkaar te maken hebben. We zijn in het begin zijn we van deze tour zijn we gaan kijken naar straling, zijn we gaan kijken naar het verval van instabiele kernen. Hebben we gezien dat dat op drie verschillende manieren kan gebeuren. Door middel van alfa-verval, dat er dus twee protonen, twee neutronen zich van de moederkern afsplitsen en wegschieten. Van beta-verval, waarbij er dus een proton in een neutron verandert en waarbij er dus een elektron wordt weggeschoten. Of waarbij, van proton in een neutron verandert, waarbij er een positron wordt afgeschoten, dat is beta-plus straling. Of waarbij er een neutron in een proton verandert, waarbij er een elektron uit de kern wordt afgeschoten, dat is beta-min straling. En we hebben gezien dat gamma-straling, wat wij kennen als een soort van familie van licht, valt in het elektromagnetisch spectrum. Alleen heeft een heel veel grotere frequentie dan het zichtbaar licht wat wij zien. En dus ook een heel veel grotere energie. Gamma-straling komt vaak door als bijproduct van het verval van atoomkernen. We blijven een beetje in die richting van gamma-straling. We gaan vandaag kijken naar röntgenstraling. Röntgenstraling valt ook onder het kopje ioniserende straling. Het heeft namelijk genoeg energie om jouw atomen die in je lichaam zitten eventueel te ioniseren. Om daar dus een elektron uit de baan te knikkeren en zo een ion te creëren. Dat ion dat kan bindingen aangaan met andere atomen dan dat hij het normaal zou doen. En dat zou op een gegeven moment in het ergste geval kunnen leiden tot de malfunctioning van jouw DNA. En waarbij er dus op een gegeven moment, in het allerergste geval zelfs, heel snel een snelle deling kan optreden. Dat er gezwelgroei, tumorgroei kan optreden, a.k.a. kanker. We hebben de vorige keer hebben gezien hoe we bijvoorbeeld in het lichaam kunnen kijken door middel van bijvoorbeeld van dit soort radioactieve stoffen. We hebben gezien dat je radioactieve stoffen kan inspuiten, dat die radioactieve stoffen dan op een gegeven moment zichtbaar zijn. Dat hangt af van het soort straling wat er wordt uitgezonden van die radioactieve stoffen. En we hebben gezien dat de hoogenergetische straling, dus de gammastraling, het beste buiten het lichaam kan worden weergegeven. We zijn gaan kijken op andere manieren ook waarbij we dus niet met radioactiviteit te maken hebben, dat we in het lichaam kunnen kijken. We hebben gezien dat we dat met een geluid kunnen doen, echografie. En we hebben gezien dat we dat kunnen doen door middel van MRI. En bij een MRI-scan werd er gebruik gemaakt van de magnetische eigenschappen van bepaalde kerndeeltjes, van voornamelijk van waterstof en vetdeeltjes. En die werd door middel van een hele grote elektromagneet, werden die een klein beetje aangeslagen, zodat die energie zouden gaan afgeven. En dat kun je dan weer zichtbaar maken. We gaan vandaag kijken naar een soort gammastraling, dus ook binnen het elektromagnetisch spectrum namelijk. Röntgenstraling, het heeft een beetje minder hoge frequentie en dus ook een minder hoge energie. De leerdoelen voor vandaag is de natuurkundige theorie achter een röntgenfoto. We weten hoe een CT-scan werkt en we kunnen daarbij rekenen met de halveringsdikte van een materiaal. Laten we snel gaan beginnen. Wat wij op een gegeven moment weten is dat röntgenstraling en soort van zoals ik net al aangaf, ook in het elektromagnetisch spectrum is. En dat dat dus op een gegeven moment kan worden gemaakt als een soort van bijproduct. Vaak zul je zien dat elektromagnetische straling ontstaat als bijproduct. Hoe kun je nou op een gegeven moment röntgenstraling maken? Nou, wat er gebeurt is dat je een bepaalde buis hebt waar een kathode en een anode in zit. De kathode is dan de negatieve pool als het ware en de anode is de positieve pool. Daartussen ontstaat je een sterk elektrisch veld. En wat er daardoor gebeurt is dat er zo gauw er aan de ene kant een negatief deeltje is bij de kathode, zo gauw daar een elektron wordt losgemaakt, wordt die versneld door het elektrisch veld. En dan zal die dus op een gegeven moment met een hele hoge snelheid tegen de anode aanklappen. Wat je dus krijgt is, je hebt een elektron, dus echt een deeltje, wat met hele hoge snelheid aan het bewegen is en dus heel veel kinetische energie krijgt. De kinetische energie die komt vanuit de verandering van zijn elektrische energie, dus die elektrische potentiële energie door het veld, zal die op een gegeven moment zal worden omgezet in kinetische energie. Even in simpele woorden gezegd, een elektron zal gewoon heel erg snel gaan bewegen. Zo gauw je dus met een hele hoge snelheid tegen die anode, tegen die andere kant aanklapt, zal dus die kinetische energie zo ergens naartoe moeten gaan. Je zult dus zien dat zo'n elektron heel snel en heel sterk zal worden afgeremd. Nou, die energie die dan bij vrijkomt tijdens dat afremmen, die kinetische energie die dan verliest, die komt vrij in de vorm van elektromagnetische straling. En als je nou ervoor zorgt dat dus die dat zo'n elektron precies de juiste snelheid heeft, dus een hoge snelheid, maar niet een te hoge snelheid, dan is dus de straling die daarbij vrijkomt, die valt precies in het gebied, in het frequentiegebied, wat wij röntgenstraling noemen.
wat dus ietsje lager zit dan gammastraling, maar bijvoorbeeld ook wel ietsje hoger dan ultraviolette straling. Dat afremmen, dat kan geleidelijk gebeuren. Dat kan op een gegeven moment gebeuren. Nou, zo'n elektron die kan op een gegeven moment tegen een atoom van de anode aanklappen en een klein beetje energie verliezen. En dan op een gegeven moment weer vliegt hij weer door met een hogere snelheid en dan zal hij misschien tegen een ander atoom opklappen en weer een gedeelte afgeven. Daarbij zullen er steeds maar kleine brokjes energie vrijkomen en zal dus ook niet altijd per se de golflengte van röntgenstraling zal die worden bereikt. Pas wanneer je vaak zult zien dat hij in één keer bijna al zijn energie verliest, zodat al de kinetische energie zal worden omgezet in stralingsenergie, zul je vaak zien dat de röntgenstraling kan worden gebruikt. Dit afremmen van die elektronen, dat is wat we op een gegeven moment remstraling noemen. Vaak wordt het Duitse begrip ook daarvoor gebruikt, bremstraling. En dus op een gegeven moment, wat je nou wil met die röntgenstraling. Dus je hebt op een gegeven moment zo'n buis met een anode en een kathode erin, daar worden dus elektronen worden versneld. En hun kinetische energie wordt gebruikt om stralingsenergie van te maken. En dan wel wat de frequentie wat wij röntgenstraling noemen. Wat je daarmee doet, is die röntgenstraling die kun je op een gegeven moment op een bepaald object afschieten. Waar je dus een röntgenfoto van wil nemen. Dus voor mijzelf is het op een gegeven moment wel een eye-opener geweest. Om te bedenken dat als je naar zo'n röntgenfoto kijkt, zoals die hier staat aangegeven. Tot de plekken die wit zijn, dat is natuurlijk de plekken waar die je duidelijkst kan zien. Maar wat ik dus niet zo goed besef, ik weet niet zo goed waarom, is dat een röntgenfoto vanuit zichzelf, dus het papier zelf, is wit. Als het in contact komt met dus straling, als het in contact komt met die hoogenergetische fotonen, zul je dus zien dat er een reactie optreedt binnen dat papier en wordt het van wit, wordt het zwart. Dus op de plekken waar jij dus dat zwarte ziet hier aan de buitenkant, daar zal dus eigenlijk al die straling die wordt afgevuurd door zo'n buis, die zal het papier bereiken. Op de plekken waar jij de botten hebt zitten, zul je dus zien dat die nog voornamelijk wit is. En daar zijn dus vrij weinig reacties zijn daarbij opgetreden. Dus wat je daar nou ziet is eigenlijk een soort van het verschil in dichtheid, het verschil in absorptievermogen van de dingen die in dit geval in jouw hand zitten. Dus hoe witter op een gegeven moment die plek is, hoe meer er dus wordt geabsorbeerd en dus ook hoe minder dat fotogevoelige, dat lichtgevoelige papier zal reageren. Dus met andere woorden, zoals ik daar aangeef, hoe lichter de foto, hoe meer straling is opgenomen door het materiaal wat jij wil gaan bekijken. Dat leidt ons een beetje tot het volgende begrip. En het begrip is wat we kennen, de halveringsdikte. En wat we daarbij zien is dat elk materiaal wat wij kennen, tot als we die een bepaalde dikte meegeven, tot de helft van de invallende straling kan worden geabsorbeerd. Dat is van een paar dingen afhankelijk. Dat is afhankelijk van natuurlijk het soort materiaal wat we hebben. We zullen daarbij zien dat bijvoorbeeld een materiaal als lood een veel kleinere halveringsdikte heeft dan bijvoorbeeld een materiaal als hout. Lood is veel dichter, dus als we daarvan lood een kleine dikte maar hebben, zul je zien dat die al gauw veel straling kan tegenhouden. Hout of papier bijvoorbeeld, dat zal een veel grotere halveringsdikte hebben. Daar heb je veel meer materiaal voor nodig, voordat nog de helft van de originele intensiteit is overgebleven. Nou, die formule voor de halveringsdikte die zou ons ondertussen wel bekend voor moeten komen. Die I die staat voor de intensiteit. Het is de intensiteit op een bepaalde afstand, D, een bepaalde dikte. Die is afhankelijk van de intensiteit van de straling als die op een gegeven moment het materiaal nog niet bereikt heeft. We hebben dus gezien dat er weer het groeigetal van een half erin zit. En die exponent is dus weer de dikte van het materiaal wat je hebt gerekend ten opzichte van de halveringsdikte van een materiaal. Als jij hier qua dikte van het materiaal dus één keer de halveringsdikte invult, en die halveringsdikte dat is een gegeven, kun je vinden in de BINAS, is altijd een gegeven bij een bepaald materiaal, bij een bepaalde energie van de straling die erin komt. Als je dan op een gegeven moment de dikte dus gelijk is aan de halveringsdikte, dan zal deze exponent gelijk worden aan 1. Krijg je dus op een gegeven moment hier half tot de macht 1, is dus de intensiteit op die dikte, is een half keer de intensiteit aan het begin. Dus wanneer je 100% van de straling invalt, en ik zet één keer zo'n bepaalde plaatje neer met die specifieke halveringsdikte, blijft nog maar 50% blijft erover. Als ik twee keer die dikte neerzet, zul je dus zien dat hier 50% en daar 50% wordt opgevangen, dus dat er nog maar 25% overblijft. Een klein beetje zoals we dat ook kennen van die halveringstijd. Dus wat we er nou uit kunnen halen, is dat de halveringsdikte van bijvoorbeeld botten, zoals we dat zien in de foto hier, die halveringsdikte die zal een stuk kleiner zijn dan de halveringsdikte van normale materialen zoals spierweefsel, zoals vetweefsel. Dus je hebt daar op een gegeven moment een stuk minder materiaal nodig om toch 50% van de originele straling op te vangen.
Nou, laten we daar eens een keer mee gaan oefenen. Ik heb daar een opdracht mee gemaakt. Die gaat over de schort die dus radiologen aan hebben. Dat zijn verpleegkundigen die werken veel met zotte straling. En we kunnen daar eens een keertje mee gaan lezen. Lees ze zelf even door, pauzeer de video en dan ga ik zo verder. Dat is dus nu. Wat we daarbij zien is dat die dikte van die schort is 0,055 centimeter. Dat is een bepaalde hoeveelheid energie van de straling die binnenkomt. Dat is een mega-elektronvolt. Dat kunnen wij ook natuurlijk omrekenen in joule. Zodat wij de formule E is H maal F weer kunnen gebruiken om de frequentie dan te gaan berekenen. We gaan berekenen hoeveel procent van de straling wordt tegengehouden. Let altijd op dat hier ook de vraagstelling goed daarbij staat of het gaat om de doorgelaten of om de tegengehouden hoeveelheid. We kunnen dus die formule gebruiken voor de halveringsdikte. We kunnen opzoeken wat de halveringsdikte voor lood is met 0,10 mega-elektronvolt. Dat kun je opzoeken in je BINAS. Zoek dan achterop in het register, zoek dan op halveringsdikte. En je ziet dus dat er een bepaald aantal centimeter wordt gebruikt als halveringsdikte. Dus de intensiteit is, wat de intensiteit in het begin is 100. Let erop dat ze dus hier met procenten rekenen. Omdat hier, dit is eigenlijk gewoon een exponent. Je deelt dingen met dezelfde eenheid ten opzichte van elkaar. Dus zo gauw deze twee nou ook dezelfde eenheid hebben, dat is dan voor de rest gewoon prima. Dus daar kan hier een waarde ingevuld worden als intensiteit. Daar kan de eenheid van intensiteit voor worden gebruikt. Daar kan ook percentages voor worden gebruikt. Zolang die I en die I0 dus maar dezelfde eenheid hebben. Dus als ik de eenheid procent hierbij invul, wat eigenlijk geen eenheid is, maar goed, komt uiteindelijk het antwoord ook een procent uit. Ik vul deze in. En je zult dus zien dat deze waarde, dat die een aantal keer de waarde van de halveringsdikte is. Dat die keer of 5 de halveringsdikte is. Dus dat er een keer of 5 wordt de hele buts wordt gehalveerd. Je zult dus zien dat de intensiteit aan het einde 2,7% is. En hieruit volgt dus dat 97,3% van de straling dus wordt tegengehouden. Dat is wat ik bedoel met let op hoe de vraagstelling erin zit. Dus een röntgenfoto die kan gebruikt worden om vanuit één hoek om even te kijken wat er in jouw lichaam gaande is. Maar dan zul je dus voornamelijk het verschil kunnen zien tussen materialen met een hoge halveringsdikte en materialen met een lage halveringsdikte. Wat je nou kunt gebruiken voor een completer beeld is bijvoorbeeld de CT-scan. Dit is een computer tomography scan. En een CT-scan kun je eigenlijk grofweg beschouwen als een soort van 3D-beeld wat gemaakt wordt door een heleboel röntgenfoto's te nemen. Een röntgenfoto die neemt hem nou vanuit één specifiek plek. Bij een CT-scan word je als het ware door een heel groot röntgen, een cirkelvormige röntgenfotomaker, word jij doorheen en weer terug getransporteerd. En wat dat nou maakt, is zo'n CT-scan die maakt een heleboel röntgenfoto's van als het ware plakjes van jouw lichaam. Die kan op verschillende manieren rondom jou heen draaien. Dus je kan rondom de X, de Y, de Z-as, zou die rondom jou heen kunnen draaien. Dus die maakt dan als het ware een heleboel slices, een heleboel foto's van jou, een heleboel röntgenfoto's op dezelfde manier zoals we het net gezien hebben. En die zal die op een gegeven moment samen combineren tot één groot 3D-beeld. Het handige daarvan is, van zo'n CT-scan, is dat je als het ware door iemand heen zou kunnen scrollen. Dat je dus op een gegeven moment gewoon precies kunt zien hoe, dat je een soort van 3D-beeld kunt ontwikkelen. Dat je dus precies kan zien hoe de verschillende organen, of de hersenen, of whatever je ook wil onderzoeken, hoe zich dat precies verhoudt in jouw lichaam. Het enige jammer is wel, is dat er bij zo'n CT-scan, die worden dus een heleboel röntgenfoto's worden gemaakt, en zal dus ook de hoeveelheid straling die jij absorbeert zelf, die zal dus ook vrij groot zijn. Je zal dus veel ioniserende straling zal je tot je nemen. En dat is niet goed voor je. Dat moet je niet 1000 keer per jaar gaan lopen doen. Een paar van die dingen zou wel kunnen. Maar daar gaan we de volgende keer meer over vertellen. Even kort samengevat. Wat hebben we nou gezien? We hebben gezien dat röntgenstraling wordt gemaakt door elektronen te versnellen. En die dan op een gegeven moment tegen een soort van metaal op te laten botsen. Daarbij zullen ze een kinetische energie verliezen. En zullen ze die uitzenden voor een vorm van straling. Als je die elektronen precies genoeg snelheid meegeeft, zullen de straling die ze uitzenden in het spectrum van röntgenstraling zijn. En die zal dus op een gegeven moment door huid en door botten heen kunnen. Let erbij op dat je dus daarbij ook gebruik maakt van de halveringsdikte van bepaalde materialen. En dat jij zo'n röntgenfoto ook in 3D kunt toepassen. En dan noem je het een CT-scan. Ik zie jullie graag terug voor de volgende. En dat is tevens de laatste les van dit hoofdstuk over medische beeldvorming. Tot dan!